Klaas de Vos. Ik ben beginnend regisseur en scenario schrijver. En ik ben hier terechtgekomen via Lise. Die heeft geholpen met mijn scenario, met een scenario van een kortfilm dat ik ervoor heb geschreven. En ik ben hier sinds juli bezig. En met het creëren van een langspeelfilm scenario, dat is dus dat je daar op de muur ziet hangen, dat moet ooit een langspeelscenario worden. En ja, ik ben hier, kom hier een paar dagen in de week zitten en daaraan werken. Het is alsof dat je zo echt gaat werken, naar een bureau gaat. En, je werkt hier en je kunt dat hier achterlaten. Niet dat dat thuis nog zo ligt en dat je dan dat opzij moet leggen of zo. Okay, ik ben Tine. Ik ben afgestudeerd aan de RIT als regisseur. En nu doe ik verschillende projecten, zowel bedrijfsfilmpjes, non-fictie, als regieassistentie op fictiesets. En ik ben hier terechtgekomen door Ruud en Lise. Zij zaten een jaar boven mij en ik had gehoord dat zij hier een leegstaand verdiep hadden gevonden. Dat leek mij vooral super leuk, omdat ik thuis niet echt gemotiveerd raakte om heel veel te doen. Heb je wel een neiging om uit te slapen en om dan tegen 1, 2 uur in de namiddag pas te beginnen. En nu voelt dat echt zo wat meer. Ja, je gaat naar je werk en je laat het ook hier liggen en je komt thuis. Dat is zo'n iets normaler leven. Ja, we hebben onlangs hier samen met de mensen die hier zitten dan Project Play gedaan. Wat dat het ook allemaal wat toffer maakt, want dan komt je zo wat meer met elkaar in contact en dan is het minder individueel. Nu ben ik een bedrijfshoepje aan het monteren voor Prevent. Die doen zo aan veiligheid in magazijnen. En ze hebben een toolbox meeting. We hebben dat afgelopen week gefilmd. En ik ben dan nu met elkaar aan het steken. Ik ben Lisa. Ik ben afgestudeerd als scenarist. En ik zit hier voornamelijk om te schrijven eigenlijk. Ik werk zowel voor een educatieve uitgeverij. Om mijn geld te verdienen, daar ben ik nu mee bezig. Het zijn allemaal tekstjes voor AVI-niveaus van het eerste leerjaar. Dus dat is minder leuk om te doen, maar dat is wel mijn broodwinning. En dan daarnaast werk ik hier voornamelijk aan mijn roman nu, sinds het begin van de zomer. Poëzie en allemaal andere dingen. Poëzie, kortverhalen, vooral voor tijdschriften en zo dan. Het is eigenlijk een beetje rommelig, maar dat is niet erg. Hier is een muur waarop ik zo wat dingen hang. Ik vind dat leuk om in een ruimte te zijn waar ik zo een paar tekeningen of een paar foto's heb hangen die mij wat inspireren. En dan aan die muur, die hou ik vrij, omdat ik daar heel vaak tijdlijnen op maak. Momenteel ben ik voor mijn roman wat structuur in mijn hoofd aan het brengen. En dan maak ik met kaartjes en magneetjes hang ik dan de structuur en de opbouw van mijn verhaal. Dus dat is handig dat we hier zoveel muren hebben waar we allemaal dingen op kunnen uitzetten en zo voor projecten. Sanseverias. Niet omdat dat heel cool is tegenwoordig, maar omdat dat niet veel water nodig heeft. Vooral, anders zouden ze allemaal dood zijn. Dus ik ben Ruud. Ik werk hier al een tijdje. Ik schrijf scenario's vooral voor theater en voor film. En ik schrijf ook proza. Nu, ik ben deze zomer een beetje aan verschillende dingen door elkaar bezig. Meestal eigenlijk. Ik ben met repetities bezig voor een toneelstuk dat ik geschreven heb. Dus daar nog zo'n beetje mee aan het nadenken over de dramaturgie en over bepaalde tekstfragmenten. En ik ben daarnaast ook bezig aan een boek. Het toneelstuk gaat over het is een monoloog. En het personage is eigenlijk een 17-jarige jongen die verontwaardigd is over van alles en die een manier zoekt om met die dingen om te gaan of zo, of die zich tegen onrecht afzet. Een beetje een wereldverbeteraar eigenlijk, maar die het foute pad opgrijpt en die eigenlijk radicale dingen begint te doen.